Yo Nintendo fans, dit zou de ene laatste video kunnen zijn van Super Mario Sunshine. Waarom? Nou, omdat we nog 5 sterren nodig hebben en dan kunnen we naar de eindbaas. Lukt je toch niet? Oh, wedden van wel? We moeten er nog 2 op Pinna Park. De Yoshi Go Rounds Secret. Oftewel het geheim van een of andere Yoshi attractie. We gaan nu zien waar die zit, denk ik. Of niet? Ah, kijk. Kijk. Deze Yoshi's. Ja, die zag ik net niet staan. Wat moeten we daar doen? Rustig, man. Jemig. Doe eens even chill, joh. Hoppakee. Oh, we hebben hem geëlektrocuteerd. Dat deden we wel lekker. Kijk, wil je weten hoe je dat doet? Check deze tutorial. Hij schiet zijn schild. En dan spuit je water op hem. En dan elektrocuteert hij zichzelf. Dus dat is hoe je dat doet. Hallo. Wat moeten we doen hier? Wat is... Oh, sorry dat ik op je hoofd spring, vriend. Wat is hier gaande? Hé daar, meneer de held. Ben je al in de Yoshi Go-round geweest? Niet genoeg Yoshi's, zeg je? Oh, de oranje die is uitgebroken. Die is weg. En ze hebben geen geld om hem te maken. We moeten waarschijnlijk een Yoshi gaan opzoeken. Hallo? Yoshi's worden geboren uit eieren. Oké, we moeten dus een ei gaan zoeken hier ergens. Oké, Yoshi-ei, waar ben je? Ik zie daar in ieder geval een pineapple. Een ananas. We kunnen hier muntjes pakken, bijvoorbeeld. Maar geen Yoshi-ei. Ik denk niet dat we heel snel hier alle muntjes kunnen pakken. Of zijn wij wel zo snel? Ik denk dat we dan sneller hadden moeten beginnen. Op zich gaan we nu wel lekker. Ik mis er 1. Zouden we een bonusje krijgen als we hier... Alle muntjes pakken? Nou, we weten het niet. Anyway, waar staat Yoshi-ei? Oké, hier loopt iemand heel paniekerig te doen. Weet jij waar Yoshi is? Hallo? Ik heb gehoord dat iemand een Yoshi-ei heeft gevonden. Waar is die? Ja, dude, dat moet jij mij vertellen. Ze keken wel naar boven trouwens. Misschien moeten we naar boven. Hey, hier is het ei. En het ei heeft een peer nodig. Dus we moeten op zoek naar een peer. Die heb ik al een periode niet gezien. Sorry jongens, sorry. Zulke grappen gaan vanzelf in mijn hoofd. Ik kan er niks aan doen. Ik pak in ieder geval even een lekker blauw muntje hier. Want die ligt hier toch voor het oprapen. Peertjes. Ik zoek een toffe peer. Ja, die ligt zeker helemaal hierboven of zo. Ik ben nu boven. Dit is een aardig groot imperium. Ik moet echt ophouden. Kan ik hier bovenop zo'n karretje springen? Oh, dit vind ik ook prima. Ik vind het prima. Zoveel peerwoordgrappen heb je nog nooit gehoord in een video. Anyway, hier ligt geen peer, jongens. Hij is hem gepeerd. Oh, Mario ook bijna. Nou, dit is een banaan. Dat is ook niet perfect, jongens. Dit wordt mijn beste video ooit. Oh, hier! Hier is die! Hier is die peer! Komt als een snotje. Oh, rustig maar. Ik wou zeggen dat het als een snotje uit die boom kwam. Hier, peer. Hier, ik heb hem. Ik heb hem. Alsjeblieft. Is dit de... Ja, dit is de oranje Yoshi. Nice. Oranje Yoshi. Jij moet even terug naar de attractione. Hier. Kom maar, kom maar. Moet jij hierin? Nee? Zullen we anders even met de meneer praten hier? Hey daar. Wat? Ik heb hier Yoshi. Waarom reageer je niet blij? Hier, jongen. Ik heb Yoshi. Dit is... Wat? Oh, moet ik hem gewoon hier even aan... joh. Oh, wacht even. We zijn nog lang niet klaar. We krijgen nu weer zo'n moeilijk level. Zonder bloempjes van Vincent van Gogh op de achtergrond. Oh, ja. Dit wordt een ding, hoor. Dit wordt een dingetje. Laat ik het maar gewoon gaan proberen jonen. Ja. Nice. Oké, cool. Nu moeten we dus proberen de juiste blokjes te pakken. Of is het de kunst om op het goede blokje te springen? Is dat al moeilijk zat? Deze gaat er in ieder geval hier doorheen. Toch? Kan ik hier opstaan? Nee. Ik kan hier niet opstaan. Ik zal nu de jump moeten maken naar deze zwarte. En dan denk ik dat ik ook een jumpie moet maken naar deze blauwe. En dat gaat fout. Dit was wel hoe we het moesten doen, jongens. Ja, cool. Oké, dit ging vrij soepel. We weten nu ook dat we naar een blauwe moeten jumpen. Nice. Dit is volgens mij een redelijk korte jump die we kunnen maken. En dan ga ik nu... Oh, snap! Waarom is het zo moeilijk om op zo'n blauwe te springen? Misschien moeten we helemaal daar aan het einde op een blauwe springen. Ja, we moeten geduldig wachten tot het einde volgens mij. Oké, let's go. Naar de rode. Naar de groene. Dan hier naar de zwarte. Oké. En dan tot het einde wachten op een blauwe? Is dat hoe we dit moeten doen? Ja, kijk. Deze jump was beter. Oké, nu weten we tenminste hoe we dit moeten doen. Ik heb alleen nog maar 1 leven over. Nou, als we even hier blijven staan. Dan kom ik als het goed is langs een uppie.
Ja, kijk, toppie. Dan hebben we weer 2 levens. Ja, nu moet ik weer al die jumps gaan maken. Nu moeten we weer uit gaan vogelen hoe dit moet. Oké, okay, we moeten in ieder geval zo en dan hier. Oh, we kunnen gewoon in 1 keer door, joh, zo. Oké, okay, cool. Zou lekker zijn als hier ook een uppie onder zit, onder deze spijker. Nee, helaas. Waarschijnlijk gaat dit blokje mij naar boven brengen. En ik heb geen idee wat me staat te wachten. Dus dit wordt leuk. Ja, dit blokje brengt mij ergens. Dit blokje brengt mij hier. En ik ga gewoon bewegen. Moeten we naar de laatste? Waar moeten we naartoe? Oh, daar is een blokje. Ah, we moeten op dat blokje. Dacht al, joh. Ik snapte er al niks van. Oké, okay, jumpy. Wat? Nou... Ik weet niet hoe het die jump niet maakte, maar dit is echt... Dit slaat nergens op. Oké, okay, poging 2, jongens. Kijken of we het nu beter kunnen zien. Ja. Oké, okay, ik dacht al, joh. Dit is toch helemaal niet zo'n moeilijke jump, joh. Hier moeten we even een saltootje achterover. En wat gaan we hier doen? Hier gaan we wall jumpen. Misschien via een saltootje achterover. Yes. Oké. Okay. En dan? Dan is daar de ster. We moeten op deze springen, denk ik. En dan moeten we een long jump doen, denk ik. Oké, okay, dit moeten we echt even goed timen, hoor. Als die naar beneden komt zetten, ga ik rennen. Ja, nice. Oké, okay, hier staan we op. We hoeven nu alleen om maar daar naartoe te springen. Op het hoogste punt springen. Ja, nice. En dan de laatste jump. Ja, dit is niet zo'n hele moeilijke jump. Ja hoor, we hebben hem. We hebben hem weer. We hebben hem weer, de volgende ster. Nou, oké, okay, het viel mee. Het viel mee. Dit was niet de moeilijkste van allemaal, maar het was ook niet super easy. Nog 4 shines te gaan. Oké, okay, nu moeten we alleen Shadow Mario nog even zien te pakken hier zo. Ik zie hem daar lopen. De Mafketo, ja, die gaat natuurlijk volledig vervelend doen. Ik heb dit geleerd van jullie trouwens, dat je zo super snel kan gaan. Echt heel nice. Go, 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 go. Dit is lekker. Dit is heerlijk. Dit is heerlijk. Ja, pak hem maar, hoor. Pak hem maar. Oh, oh, hij botst tegen ons aan. Kom eens. Kom eens, Mario. Kijk, hoppakee. Je hoeft niet zo vervelend te doen. Uiteindelijk pak ik je toch wel. En neem ik je shine toch wel weer mee. Hoppakee. Oh, oh, ik sta... Oh, wow. Oh, jongen. Er stond nog even zo'n elektriciteitsduwtje naast me. Anyway, nog 3 shines. En die moeten we in dit level pakken. In het spookhotel. Wat we allemaal niet voor deze gast hebben gedaan, jongen. Ik zou een VIP-ticket moeten krijgen voor jouw hotel. Oh, Mario, Mario, de casino. Deze kant, de casino is dicht vandaag. Er komen enge geluiden uit de kelder. We moeten hem gaan helpen. Oké, okay, hoe kom ik in de kelder? Gast, jij bent van het casino. Weet jij waar de kelder is? Oh, ja, we moeten dus toch naar het casino. En dan moeten we nu naar de kelder. De kleur op het roulettewiel is niet normaal. Ik zie hier sowieso al boetjes. Wat moeten we hiermee doen? Oh, kijk. Ja, ground pounden. Oeh, waar komen we nu terecht dan? Wat is dit? Oké, okay, dit ziet er best spannend uit. Alsof een of andere boss battle of zo. Moet ik dit nu weer ground pounden? Ja, blijkbaar wel. Dit moet even niet meer paars zijn. Oh, oh, daar is Boo. Daar is Boo. Wat gebeurt er als ik deze ook... Oh, oké, okay, dan stoppen ze met draaien. Helemaal nice. Moet ik nu daarop gaan spuiten, denk ik, of zo? Op dat wiel? Nee? Kan ik op die hoofd van die boe springen? Ja, dat wel. Moet ik op die grote boe spuiten? Kijk, oké, okay, nu is die iets aan het doen met het roulettewiel. Kijk, oh, 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 oh. Ik heb nu 3 sinaasappels, blijkbaar. Even deze stilzetten. Deze stilzetten. En deze ook stilzetten. Top. Maar wat is er met die sinaasappels aan de hand? Zet het roulettewiel maar even stil. Weer 3 sinaasappels. Wat gaat hier gebeuren dan? Oh, ik heb fruit. Ik heb fruit. Oké, okay, wat ga ik met dat fruit doen? Heb je honger? Wil je eten? Oh, het is ineffective. Hij lacht. Oh, wacht. Pepers. Ik moet pepers op zijn bakken gooien, wedden? Oh, ik gooi dit nou mis of niet? Gooi ik mis? Ik gooi dit nu heel duidelijk mis. Hier, gooi raak. Oh my gosh. Ik kan niet meer gooien. Oké, nu. Nog 1 keer. Ah, nee, ik ben te laat. Maar ik denk dat ik weet hoe dit werkt. Oké, okay, hij geeft weer een likkie aan het wiel. Doe maar fruit. Doe maar fruit. Goed zo. Oké, okay, nu pepers, jongens. Pepers op zijn bakken gooien. Waar is de peper? Where is the pepper? Hier. Hier. Oké. Okay. En nu eet smakelijk. Wat? Wat gebeurt er met mijn peper? Gooien. Ja? Ja. Kijk, oké. Okay, nu was het goed. Hè? Ik gooide er eindelijk eentje raak na 28 pogingen. Moet ik blussen? Of moet ik nu iets op zijn hoofd gooien? Is dat stap 2? Bijvoorbeeld een kokosnoot op zijn hoofd of zo. I don't know, man. I don't know. It's a weird boss. Het is een rare baas. Ik weet dat stap 1 nu een peper gooien is. Wat stap 2 is, daar ben ik nog niet achter. Oh, hij gaat nu wel 2 boos gooien. Misschien dat het inderdaad de goede kant op gaat. Oké, okay, ik heb weer een pepperoni. Hier. Eet. En kan ik nu dit op je hoofd gooien? Ja, dat is dus de bedoeling. Hier, ik heb nog een pepperoni. Dat werkt helaas niet. Oké, okay, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar.
Goed zo, geef maar een lekker likkie. Ja, goed zo, geef maar fruitjes. Oké, daar gaan we weer. Pepperoni, hier. Lekker. Nu een kokosnootje. Lekker. Oh, die was mis. Ik moet iets dichterbij komen. Hoppa. Gekke boe, jongen. Is het King Boo? Hij heeft in ieder geval wel een kroontje op zijn bakkes. Kom eens, geef eens een likkie. Ja, top. Dankjewel, dankjewel. Top. Ja, fruitjes. Lekker. Lekker. Ik denk dat we hem gaan verslaan, jongens. Nom, 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 nom. Lekker. Hier, daar heb je nog een fruitje op je bakkes. De muziek gaat uit. Dit is hem. Dit is hem. Lekker. Hoppakee. De volgende shine is ook weer binnen. Gewoon even een boss battle tussendoor. Oké, deze was wel grappig. Nog 2 shines te gaan, jongens. Nog 2. We moeten Serena Beach gaan scrubben. Oftewel schoonmaken. Oh, nee. Oh, nee. Is dat wezen weer terug? De mantis? Oh, dit is de vorm van een boe. We moeten al deze zooi opruimen binnen de tijd. Dus ik denk dat we deze... ik denk dat we die emmers moeten gebruiken. Sowieso. Oké, pak een emmer. Kan ik een emmer pakken? Of moet ik gewoon die emmer slopen? Ik wil een emmer pakken. Ja, kijk, top. En dan wil ik de emmer gewoon zo gooien. Nice. Oh, die gooide ik alleen echt veel te ver. Ik denk dat we een heel eind moeten komen als het een beetje lukt. Ja? Emmer. Nice. Lekker. Oké, go, 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 go. Top. We gaan op zich wel aardig, denk ik. Volgens mij zijn mijn emmers wel zo'n beetje op. Dus het laatste stukje, dat zullen we even zo moeten doen. Maar oké, dit gaat wel prima. Ik heb nog 1,5 minuut. Nog 1,5 minuut, jongens. Auw. Oh. Ik kan gewoon even chill een blauw muntje pakken. Hier nog een klein beetje. En dan hier nog een best wel veel. Go, 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 go. Nice. Lekker. Oh, we zijn er al. We hebben het al gehaald. Oh, we zijn al lang klaar. Ik zit alles nog netjes op te ruimen hier, joh. Maar dit was alweer genoeg. Dit valt reuze mee, joh. Nou, ik heb tijd over. Ik heb nog veel meer voor je schoongemaakt, meneer de professor-directeur. Dankjewel voor je shine-tje. Hoppa. Oh, nog 1, jongens. Nog 1 en dan kunnen we naar de laatste baas in Super Mario Sunshine. En jullie weten wat we daarvoor moeten doen. Want ieder 7e level in de wereld, daar moet je hetzelfde voor doen. En dat is Shadow Mario pakken. Eens even kijken waar die gast nou weer uithangt, hoor. Is die binnen of buiten? Ik denk dat die binnen is. Sowieso loopt hij te terroriseren in het hotel. Mario, dit is een troublemaker. En die lijkt op jou. En daar loopt hij inderdaad. Hey Droopy. Kom eens even hier. Je gaat zeker... Oh, wow, wow. Oké. Jij neemt me in de maling en shit. Oké. Ben jij dan nu de echte of wat? Ik zie hem sowieso niet meer. Waar is die? Daar is die. Is dit de echte? Eén van deze twee... Ah! Oh! Eén van deze twee is de echte, wou ik zeggen. Hij is hier naar binnen gegaan. Maar dat is de neppe. Want de neppen, die hebben een lichte kleurtje. Is het nou klaar met jou of niet? Ja, hè? Het is klaar met jou. Dit is onze 52e ster... En de 49e die we ook echt nodig hebben om de baas te gaan verslaan. De eindbaas in Super Mario Sunshine. En dat gaat in de volgende aflevering gebeuren. Maar we zijn nog niet klaar. Want eerst ben ik benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ja, kijk. Kijk. Oh, we moeten hier Mario ook nog even pakken. Wat doe jij daarboven helemaal, joh? Wat zit je daar nou te zwemmen? Waar ga je naartoe? Jij gaat helemaal daar naartoe. Oh, wat? Heel Delfino Island staat onder water. Hoe dan? Het is helemaal overstroomd hier. Kijk deze Toad hier in paniek zijn, joh. No. Oké, we moeten daar naar boven zien te komen. Dat gaat ons wel lukken, hè? We kunnen hier langs namelijk. Dan kunnen we hier naartoe. Daar ligt, zit trouwens een shine hier in deze toren. Nou, die laat ik even voor wat het is. Want daar hoeven we toch niet per se naartoe. We gaan hier naartoe. En dan gaan we hier naartoe. Ja, daar staat hij hoor, de gluiperd. Kijk hem daar eens even staan. Ik ga je pakken, ik ga je pakken, jongen. Ik ga je pakken. Oh, en we zijn nu in Corona Mountain, jongens. Dit is het. Dit is de plek waar we moeten zijn. Hier gaat het gebeuren. En dat gaat gebeuren in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties als jij een beetje hype bent voor de volgende video. En vergeet sowieso niet te abonneren voor heel veel toffe Nintendo video's. En dan zie ik jullie de volgende keer tijdens de finale van Super Mario Sunshine. Mazzel!